Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we amper bewolking boven Nederland. En dat betekent dat het weer een koude nacht is geweest. Temperaturen kwamen vooral in het noordoosten en oosten ruim onder het vriespunt. Lokaal werd het zelfs weer min 4 graden. Maar de zon schijnt volop, want er zijn dus amper wolken. Alleen in Limburg zijn nog een paar wolkjes te zien. Daardoor loopt de temperatuur rap op. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag komen we in de buurt van de 10 graden. En uiteindelijk wordt het lokaal 11 graden. Er staat minder wind dan gisteren, uit het noordoosten windkracht 2 tot 4. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en dus gaan vanavond de temperaturen weer rap naar beneden. En komende nacht daalt het kwik opnieuw tot van min 4, min 5 graden. Morgen krijgen we ander weer. Na een zonnige ochtend neemt vanuit het noorden de bewolking toe. En vooral in de middag kan er dan lokaal een spatje regen vallen. De zon krijgt het dan steeds moeilijker, maar in Brabant en Limburg blijft de zon tot de avond schijnen. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Dan kan er nog een enkel buitje vallen. Temperaturen erbij tussen de 10 en de 12 graden. Vanaf zondag gaat het kwik flink omhoog naar 15 tot misschien zelfs 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.